In deze video ga ik uitleggen wat de ex-dividenddatum is en hoe je daar strategisch mee om kan gaan. Vind je dit interessant? Blijf dan kijken. Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en dit is weer een nieuwe coronacrisis video. In deze aflevering ga ik uitleggen wat bij aandelen de ex-dividenddatum is en hoe je er strategisch mee om kan gaan. In het dividendproces zijn er vier belangrijke data waar je als belegger van op de hoogte moet zijn. Dat is als eerste de declaration date. Dat is een datum waarop de firma gaat publiceren dat de dividend wordt uitgekeerd, op welke datum, hoeveel het is en of dat nog klopt met wat ze eerder hebben gepubliceerd. Deze datum is niet heel erg belangrijk. Het is gewoon een check voor de belegger dat zijn strategie gehandhaafd kan blijven. De volgende datum, dat is de ex-dividenddatum. En dat is eigenlijk waar deze video over gaat. Dit is de datum dat de deur gesloten is om mee te kunnen doen met deze dividendronde. Je moet een dag voor deze datum de aandelen in handen hebben om aanspraak te maken op het dividend. Dus, als de ex-dividenddatum 6 augustus is, moet je 5 augustus, desnoods om 17:30, de aandelen in handen hebben. Dan maak je aanspraak op het dividend. Het is heel lullig, want sommige mensen hebben dus een jaar lang het aandeel vast, maar je hoeft hem eigenlijk 1 seconde voor sluitingsdatum van de beurs te hebben. En dan doe je mee met de dividendronde. Dus het is heel belangrijk dat je deze data in de gaten houdt als je een dividendinvesteerder bent. Dan heb je de record date. Nou, dit stamt eigenlijk uit de oude dagen toen men nog heel veel papierwerk deed. Dan gaat men checken wie de aandelen heeft, waar de geldstromen naartoe moeten, etc. etc. Nou, tegenwoordig is het zo als ik kijk in mijn Bink account, direct op de ex-dividenddatum zie ik al staan dat ik dividend krijg en hoeveel. Dus dat gaat tegenwoordig echt in een split second. Als je 's ochtends wakker wordt en je logt in op je Bink of welke broker je ook hebt, zie je direct het staan. Dus die record date, dat stamt eigenlijk nog uit de oude dagen. Het is tegenwoordig digitaal. Dit is trouwens wel leuk om te weten. Als je dus dat aandelenpakket hebt, de ex-dividenddatum is gevallen. Je ziet in je Bink-account dat het dividend is, de boeking is bijgeschreven. Dan kun je al direct het aandeel verkopen. De aanspraak op dividend die blijft gewoon. Je kan het direct weer doorschuiven. Ik geef wel even aan dat meestal op de ex-dividenddatum het aandeel met een lagere koers de markt op gaat, want er gaat straks cash wegvloeien uit de firma. Dus in veel gevallen is de waarde minder en loop je er verlies op als je het direct gaat verkopen. Nou, dan heb je de payment date en dat is de daadwerkelijke uitkeringsdatum. En dat verschilt bij iedere firma, bij ieder aandelenfonds. Je hebt ze waarbij een paar dagen na de ex-dividenddatum wordt het uitgekeerd en bij anderen duurt dat meer dan een maand. Laten we eens een voorbeeld nemen en dan denk ik vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. Op je scherm zie je nu een screenshot van Unilever. En Unilever die keert 4 keer per jaar dividend uit. Nou, ik neem als voorbeeld even 6 augustus. Dat is het tweede kwartaal dividend. En dan zie je dat op 23 juli is de announcement date. Dus op 23 juli zal er een persbericht staan waarin wordt beschreven of het dividend doorgaat en hoeveel het is. 6 augustus, dat is de ex-dividenddatum. Op 5 augustus moet je het in bezit hebben. En dan op 6 augustus, als je wakker wordt, zie je het in je brokeraccount staan. 7 augustus, record date. Op 9 september wordt het uitgekeerd. Bij Unilever duurt het meer dan een maand na de ex-dividenddatum dat je je cash hebt. En dan zit je alweer in een spaartijd naar de volgende ex-dividenddatum toe.
Dus nogmaals, dat verschilt bij iedere firma de tijd tussen het boeken en het betalen. Je hebt dus gezien, bij bijvoorbeeld Unilever heb je 4 keer per jaar dividend. Nou, als je dit plaatje kijkt, zie je ex-dividend datum 1 en ex-dividend datum 2. Stel, we zijn een dag na ex-dividend datum 1 en je wil weer investeren in dit aandeel. Nou, wanneer is nou het beste moment om weer aandelen te kopen? Op welk moment je ook koopt tussen ex-dividend datum 1 en ex-dividend datum 2, zolang je de aandelen in bezit houdt, doe je gewoon mee met ex-dividend datum 2. Maar wat is nou dat beste moment? Mijn ervaring is dat je het 1 maand voor de ex-dividend datum moet kopen. Ik heb gemerkt dat er nog zoveel gebeurt tussen ex-dividend datum 1 en ex-dividend datum 2. Je ziet dan dat de waarde van de firma daalt. En op een gegeven moment zie je dat een maand van tevoren er weer opbouw plaatsvindt. De dividendinvesteerders gaan dan weer inkopen. En dan zie je dus dat de waarde weer stijgt. En dan vindt er zelfs nog een leuker moment plaats. Is dat soms het aandeel zo stijgt dat dat meer is dan de dividend dat je krijgt. En dat het soms zelfs een paar dagen voor de ex-dividenddatum het meer oplevert dan dividend. Want het gaat dan daarna toch weer dalen, het aandeel. En hier kan je dus goed gebruik van maken. Hou de ex-dividenddatum in de gaten. Dan zie je dat het aandeel stijgt en dan kun je het verkopen. In deze coronaperiode moet je gewoon oppassen met het lang houden van aandelen. Zeg je van, we komen er toch weer doorheen en ik pomp gewoon het account vol, prima. Maar je krijgt daar toch effecten van. Deze week ook, er zijn weer nieuwe besmettingen en dan zie je weer dat de beurs crasht. Hou daar goed rekening mee. Ex-dividenddatum, zorg dat je de aandelen in bezit hebt een dag voor deze datum. En dan doe je gewoon mee met het dividend. Hier wil ik het bij laten. Ik zie jullie in de volgende video. Ik wens jullie goede gezondheid en veel wijsheid toe. En ik zie jullie weer in de volgende video. Doei doei!